Deelt u de opvatting van uw collega in Eindhoven dat we een burgeroorlog nabij zijn? Waar wij mee te maken hebben gehad in Amsterdam, dat waren grote groepen relschoppers. Waarbij het gezag steeds heeft gefunctioneerd. Hier vechten geen burgers met burgers. Hier is sprake van relschoppers die crimineel gedrag vertonen. En het gezag functioneert daarop naar behoren. Dus ik zou het woord burgeroorlog niet noemen. Nee. Hij zei, was gisteren ook heel veel in zijn bewoordingen: stoppen, ik wil helemaal geen demonstraties meer toestaan. Daar kwamen allerlei varianten op. Van de inperking daarvan. Ja, laat ik er één ding kijken. Ik zit hier niet om mijn collega's te beoordelen. En John Joritsma van Eindhoven had echt een hele zware dag achter de rug. Met veel geweld. Ik denk over het algemeen dat het juist in deze tijd van groot belang is om het demonstratierecht wel te blijven beschermen. Voor Amsterdam gold de afgelopen 2 weken op het Museumplein dat wij wel degelijk een demonstratie wilden mogelijk maken. Alleen niet daar, maar op het Westerpark met een geringer aantal mensen, om redenen van volksgezondheid en veiligheid. Maar wij vonden het heel belangrijk om het te reguleren en enigszins beheersbaar te kunnen maken. Maar ik begrijp dat mensen ook behoefte hebben om hun opvattingen te kunnen uiten. Ik vind dat dat moet kunnen, maar ik vind wel dat mensen dat fatsoenlijk moeten doen en binnen de regels die gelden. En de vraag is, hoe hou je het beheersbaar? Want die groepen ja, kijk, in Amsterdam vinden om de Haverklap demonstraties plaats. Er was ook dit weekend op een andere plek een demonstratie tegen corona in Amsterdam, die heel vreedzaam is verlopen en waar je dus niks van weet. Dus het kan wel degelijk. Alleen wat hierachter zit, deze organisatie rond het Museumplein, die menging met hooligans, met extremisten, met relschoppers, ja, die kunnen wij op geen enkele manier accepteren. Is het eigenlijk moeilijk om die groepen uit elkaar te houden? Dat lukt je niet. Nou, kijk, op zo'n plein zie je wel vrij snel de sfeer veranderen. Mm-hmm. Het wordt grimmig. Maar wat heel problematisch is op het Museumplein, is dat daar mensen tussen blijven zitten die op zich goede bedoelingen hebben, maar die dan al 3 uur te horen hebben gekregen dat ze echt weg moeten. En dat zometeen de waterwerper. Ja, en dan denk ik wel, wat heb je in je hoofd dat je daar toch blijft zitten en die confrontatie zoekt? Want op een gegeven moment word je wel medeverantwoordelijk voor het ontsporen. En daar zou ik nog wel één ding over willen zeggen. Ik bedoel, het Museumplein, daar zit nog behoorlijk wat ruimte omheen. Maar er wonen allemaal mensen omheen. Weet je? In gewone buurten. Er zaten mensen opgesloten in hun huizen. Die zagen hoe hun fietsen op straat werden gesmeten. Mm-hmm. Het is volstrekt asociaal. En als ik een vredelievende demonstrant was, die om een goede reden kwam, dan zou ik me daar niet voor laten lenen. Dus